Om het reizen met het openbaar vervoer nog veiliger te maken, heeft Breng extra maatregelen getroffen. We hebben de werkplek van de chauffeur veiliger gemaakt door er een scherm tussen te zetten. En daardoor kan er weer veilig worden ingestapt, zodat ook de werkplek van de chauffeur veilig blijft. We hebben ook de streep voor de grens voor de staanplaatsen wat naar achter geschoven, zodat er binnen 1,5 meter geen passagiers bij de chauffeur kunnen komen. Het voordeel is dat we nu in de bus 1-richtingsverkeer hebben. Dus je stapt voorin en je stapt achteruit, zodat reizigers niet meer tegen elkaar inlopen. En doordat je daardoor ook een betere doorstroming krijgt van frisse lucht, wordt het daardoor in de bus ook beter voor het coronavirus om te voorkomen dat er daardoor dingen misgaan. De maatregelen voor mondkapjes geldt nog steeds voor reizigers. Voor buschauffeurs is het nog niet verplicht. Ze zijn het niet verplicht, maar ze zijn allemaal wel door het bedrijf voorzien van mondkapjes. Dus ze kunnen dat vrijwillig opzetten en ik heb er vanmorgen ook al een paar gezien die het gedaan hebben. Met al deze extra maatregelen wil Breng het openbaar vervoer veiliger maken voor reiziger en buschauffeur. Door de maatregelen kan er ook beter gecontroleerd worden op zwartreizen.